Oktoberhallen in Wiezen. En de man die het allemaal aan elkaar praten, onze Sergio. Goedenavond, Sergio. Een goedenavond. Ja, vertel even, leuk om te doen hier. Zeer leuk, het gaat ook heel vlotjes. Hè. Het lijkt wel eens een beetje het wit paard in het groot. Alleen dat gevoel heb je toch althans. Zo vlot gaat het eigenlijk. Precies dat je die show elke dag doet. Ook heel goed georganiseerd hier, moet ik zeggen. Er is aan alles gedacht tot in het kleinste detail. En ja, de artiesten in kwestie zijn allemaal ervaren rotten. Dus alles loopt op wieltjes. Ja, en met orkest helemaal anders dan met band? Ja, natuurlijk. Voor mij is dat geen verrassing meer, want ik zing al 4 jaar niet meer met band. Hè. Dus als ik ga optreden is het altijd met orkest of met een band. Hè. Want band en band, dat wordt nogal wel eens verward. Hè. Dat is altijd anders natuurlijk, dat geeft altijd veel meer voldoening. Maar natuurlijk, ja, je weet, we leven in crisisperioden en het is overal niet meer betaalbaar om nog met een band of een orkest te gaan optreden. Dus vandaag is dat dan in dat opzicht dubbel genieten. Ja, als je hier het programma ziet, Paul Severs, Christophe, Johnny White, Willy Sommers, Vader Abraham, Danny Christian, Harry Gegger, Laura Lien, het is echt fantastisch. Ja, ik denk dat ze een beetje de top van het slagergebeuren van Vlaanderen hier op het podium hebben kunnen neerpotelen. En je ziet ook het resultaat natuurlijk, je ziet ook ja, hoeveel mensen hier aanwezig zijn, het zit nog vol. Natuurlijk, alles gaat gepaard niet alleen met de kwaliteit van de artiesten die hier optreden, maar ook natuurlijk de reclamecampagne die hier gevoerd is geweest. En in dat opzicht moet ik ook een pluim geven aan de organisatie hier, die toch wel een zeer goede reclamecampagne gevoerd hebben. En als je dan de twee dingen samenlegt, ja, dan heb je een succesavond en dat is hier vandaag nu helemaal zo. U praat het allemaal aan elkaar? Ik praat het allemaal aan elkaar, zo kan u dat stellen. Is dat praten, dat weet ik niet, hè. Maar ik bedoel, ik ben eigenlijk... Op een leuke manier. Op een leuke manier, inderdaad, met allemaal niet zo serieus zijn. Hè. Maar nu tegenstaande, ja, kijk, daar is ook niet veel aan gelegen in feite, hè, moet ik eerlijk toegeven. Hè. Dus je zet een keer een paar van die fratsjes en je kon nog de volgende artiest aan en dat zit. Hè. Ja. Maar goed. André Hazes is ook een beetje jouw repertoire wat Nederlandstalig betreft. Ja, inderdaad, André Hazes. Ik heb tot nu toe altijd, als ik André Hazes ben gaan zingen, zeg maar, dat was altijd een onderdeel van mijn repertoire. En dan waren het al tweezelfde nummers. Daarmee bedoel ik dan een beetje verliefd en ze gelooft in mij. En ik ga me nu toespitsen op het uiveren feitelijk van André Hazes. En dan zou ik binnenkort willen uitpakken om echt het hele repertoire van Hazes te zingen. Dus Sergio zingt Hazes, zoals Luc Kaals het ook doet. Maar hij doet het op zijn manier, ik doe het op mijn manier. Hoe gaat het met de zaak zelf? De zaak die mij bedoelt, Café Lommel, gaat zeer goed tot nu toe. Is het te combineren, Ses? Voor mij valt dat nu perfect te combineren, omdat ik eigenlijk op het gebied van showbiz niet echt veel te doen heb. Maar wat eerst kan nog komen natuurlijk. Ik heb ook al een paar dingen geweigerd gehad, maar dat ik echt fysiek niet voor in orde ben momenteel. Daarmee bedoel ik een paar programma's die toch wel serieuze fysieke inspanningen vragen. En dat heb ik achterwege gelaten. Maar ik probeer me nu toe te spitsen op terug een beetje bij de muziek. En wat de tv-programma's betreft, ja, je bent gewoon afhankelijk van hetgeen wat ze je aanbieden. Dat zijn twee mensen die daarover beslissen. En zolang dat er niet aan de orde is, zullen we wel zien. Hè. Plannen voor 2010? Ik heb enorme plannen voor 2010, maar dat is ook voornamelijk privé. Maar dat ga ik u nog niet zeggen. Niet dat ik kan scheiden van mijn vrouw. Nee, absoluut niet. Maar daar zijn veranderingen op komst, die toch wel... een ja, niet te onderschatten wedding zouden kunnen zijn in mijn leven, ja. Tevreden met wat je hebt bereikt de voorbije jaren? Ben ik tevreden van wat ik heb bereikt? Dat weet ik niet. Ik heb... ik leef altijd van dag op dag en soms ben ik daar wel tevreden over, maar meestal niet. Ik heb ook het gevoel dat ik ook heel veel nog niet gedaan heb wat ik altijd heb willen doen. Dat de mogelijkheid er ook niet was of whatever, maar dat is bij iedereen natuurlijk. Maar om echt tevreden te zijn tot nu toe... Oh. Je probeert te genieten van elke dag? Ja, natuurlijk dat ik probeer te genieten van elke dag en van elke nacht ook. Maar ja, ik zeg het leven dat zijn ups en downs. En ze hebben mij dat ook moeten leren hoor. Na elke regen komt zonneschijn en daar geloof ik er ook heilig in. Om maar te zeggen dat er ook veel dagen zijn die... ja. Minder genietbaar waren, zal ik maar zeggen. Maar ik heb goede vooruitzichten voor 2010. En ik hoop dat 2010 zo'n beetje terug een kentering kan worden in van alles en nog wat. Een van je hoogtepunten was uiteraard België vertegenwoordigen op het Songfestival. Ja, België vertegenwoordigen op het Songfestival zal een van de hoogtepunten geweest zijn naar buitenuit natuurlijk. Voor mezelf niet zo. Ik heb... ja, ik ben buiten zijn hoofdstuk. Ik heb het afgesloten eigenlijk, maar...
Dat is eigenlijk de enige beslissing geweest in mijn carrière waar ik soms nogal de twijfels over heb van, had ik dat nu moeten doen? Hè? Maar het zingen kan je toch niet laten, hè, Ses? Nee, het zingen dat is een microop. Dat is, zo begrijp ik ook eerlijk toe. Ik heb wel veel momenten gehad in mijn leven ook dat ik geen goesting had om te zingen. Hè. Dat kan een dag zijn, dat kan twee maanden zijn, dat kan zelfs een jaar of twee jaar zijn. Maar het bloed kruipt wat niet kruipen kan. En dan, ja, de goede dag komt die goesting dan toch terug. Hè. En ik voel dat nu terug de moment is. Nog een wens of een droom? Hoe zegt u? Een wens of een droom? Wens of een droom, ja. Ja. Laten we zeggen, ergens op een plaats in de wereld, samen met de mensen die ik echt lief heb, zorgeloos genieten.